Dag jongens en meisjes. Vandaag gaan wij dit speelgoed hamburgerrestaurantje spelen. We gaan namelijk lekkere hamburger maken en patatjes. En we gaan dit keukentje in elkaar zetten. Vergeet jullie niet te abonneren op mijn kanaal met dat knopje beneden. Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als er een nieuwe video is. En dan doe ik misschien wel aan jou de groetjes. Kom snel kijken. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we iets heel speciaals. Namelijk een speelgoed hamburgerrestaurant. Ja, dit is een hele grote doos. En we kunnen hier heel leuk restaurantje mee spelen. En we kunnen onze eigen hamburgers, hotdog en cheeseburgers kunnen we hiermee maken. Zullen we de doos snel openmaken? Kom, gaan we snel kijken wat erin zit. Zo, de doos is zo groot dat hij bijna niet op de camera past, jongens en meisjes. Maar ik denk het speelsetje wel wat we eruit halen, hoor. Kijk eens even. Wow. Hé, hey, daar is het allemaal. Kijk eens, wow, oh, dit is groot. Kijk nou toch. Die hamburgerbroodjes. Oh, wat leuk, hotdogjes. Dat ziet er lekker uit. En nog een drinkbekertje. Zo, oh, hij is best wel groot. Kijk eens even, wat zit er nog meer in deze nog? Oh, dit lijkt wel een beetje op, net als bij de McDonald's. Dat je daar zo een minuutje in kan doen, dat is wel leuk. En oh, kijk nou toch. We kunnen echt restaurantjes spelen. Oh, dit ziet er leuk uit, zeg. Ik kijk net echt het bacon. Oh, wat cool. Nou jongens en meisjes, kom, we gaan het snel openmaken. Eerst even kijken, wat zit hier allemaal in? Oh, dit is grappig. Kijk, oh, aan twee kanten bedrukt. Kijk, dan kunnen we eruit drukken. En ik vind het zo lekker. Bijvoorbeeld op een ei of een hamburger. Dit is lekker gebakken spek, bacon. Even kijken, die halen we er eens even uit. Die kunnen we zo mee spelen. Oh, een echte uiringen. Oh, dit is grappig. Kijk nou toch. Dit kunnen we er ook nog uitdrukken. Oh, dit is cool. Nou, dit lijkt net echt zo. Heel leuk dit. Ja, ik heb dit in Frankrijk gekocht. Ik heb dit in Nederland nog nooit eerder gezien. Maar dit is wel echt een heel leuk speelsetje dit. Kijk nou toch, wat grappig. Dit druk je eruit. En dan heb je net echte uiringen. Wauw. En natuurlijk nog een blaadje sla. Zo. Een plakje kaas. En nog lekkere tomaatjes. Zo, laten we ook eens even deze zak openmaken. Kijk, oh, dat is ook wel een goede kwaliteit. Mooie hamburgertjes. En allemaal eten. Ik zie nog patatjes. Dit kennen jullie wel natuurlijk. En ook heel gezond nog een peertje. Mosterd. Ketchup. Laten we eerst eens even de knoppen erin gaan draaien. Zo. Oh, kijk, ja. Oké. Daar kunnen we het gas mee bedienen. Zo. Zo. Die gaat daarin. Deze gaat klik daar zo in. Dan komt deze hier op te staan. Oké. Zo. Kijk eens, dan hebben we hier een heel leuk bordje. Oh, dit is heel cool. Kijk. Zo, die moeten we even voorzichtig eruit halen. Kijk, en dit ken je natuurlijk wel van de McDonald's. Dit kan je daar bestellen. En kijk, hier heb je het restaurant. Daar ben je misschien wel eens geweest. En dan kan je zo lekkere dingetjes bestellen. Zo, dit heet dan de Deli Burgers. Zo heet het restaurantje. En deze, die schuiven we er zo in. En als je dan in het restaurantje komt, dan weet je precies wat je kan bestellen. Zo, dan gaan we nu eens even de kooltjes vouwen. Leggen we dan zo hierin. Kijk. Heel cool. Kijk, en dit vind ik dus ook echt heel leuk.
dan hebben we ons eigen dienblad. Dat heb je natuurlijk ook bij de McDonald's. Misschien heb jij wel eens een Happy Meal besteld. Kijk, en dan krijg je het net zoals hier, krijg je dan ook je Happy Meal op een dienblad van de McDonald's. Zo, een mooi bekertje. En jongens en meisjes, ik had nog beloofd om aan heel veel kindjes de groetjes te doen. Nu ga ik eerst de hamburger bakken en daarna ga ik de groetjes doen. Kom, gaan we aan de slag. En jongens en meisjes, dan gaan we de hamburger op het vuur leggen en lekker laten grillen. Dan draai je hem even om. Hoppakee. En dan knip ik met mijn vingers en dan is hij lekker bruin. En voilà, we hebben een lekkere bruine hamburger. Maar jongens en meisjes, voordat we de hamburger erop kunnen leggen, gaan we hem eerst beleggen met een blaadje sla. Wat lekkere tomaatjes. Dan doen we daar de burger op. Wat lekker bacon. En dan nog een beetje kaas. Kijk eens even. En dan kan het broodje erbovenop. En hebben we een lekkere hamburger. Of eigenlijk cheeseburger moet ik zeggen. Hé, hey, ziet dat er niet lekker uit? Moet je kijken zeg. Hé, hey, mooi. En wat hoort er nog meer bij? Natuurlijk ook. Ja, de patatjes. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we de frietjes op het dienblad leggen. Net als bij de McDonald's. De cheeseburger gaan we erop leggen. Lekker. En dan natuurlijk nog wat drinken. Zo. En wilt u misschien nog wat mosterd erbij, meneer of mevrouw? En wat ketchup? En dan hebben we nog wat anders lekkers. Als toetje een cupcake. En daar kunnen we dan zelf een hartje in doen, zie ik nu. Daar zijn die hartjes voor. Nou, ik vind dus die spikkeltjes wel leuk. Kijk, die kunnen we zo indrukken als het goed is. En dan hebben we een cupcake met een hartje met spikkeltjes. Die kan ook op het dienblad. Kijk eens even, jongens en meisjes, hoe lekker dat eruit ziet. Het lijkt wel alsof we bij de McDonald's zijn. Hé, hey, leuk hè? Nou, dan is het nu tijd om de groetjes te doen. Ik wil graag de groetjes doen aan Gioia, Evie en Lauren, Finn, Roberto en Ellen, Romana ten Tijen, Gijs Schaars, Oejam, Eva Kerkman, Mette uit Raalte, James en Jin, Fayen van 3 jaar, Veerle van 3 jaar, Bodhi, Kiki, Gijs Oving, Baby Joren en Mama Maaike, Hai, Amea van 5 jaar en Felice van 2 jaar. Stan, Manuela en Monika Smans. Danielle, Max en Julie uit België. Esme, Domakase. Hanna uit België. Guus, Noan en Oude Pim. Jaylin, Julian van der Laan van 3 jaar. Jill Elin, Matti, Lila, Vins, Stan, Koen, Tim en Ilias. Nou jongens en meisjes, heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik de volgende keer de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wil u nou een berichtje ontvangen als er een nieuwe video is? Abonneer dan op mijn kanaal met dat knopje daar beneden. En dan krijgen jullie namelijk gratis een berichtje als ik weer een nieuwe video heb gemaakt. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!